Het is vandaag de dag dat ik voor het eerst op Lonnie onder de man stappen. Van Astrid heb ik geleerd hoe ik dat moet doen. Want ik kan met een los teugje gewoon lager rijden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want we willen dat Lonnie beter wordt. Weer spieropbouw krijgt, balans in haar lichaam. En daar gaan we vandaag aan werken in de stad. Hey, maar hoe voelt hij? Daar ben ik wel even benieuwd naar. De afgelopen 6-7 weken alleen maar op hele grote paarden gezeten. Oh. Dus ik stapte op en ik dacht, wat is dit voor kleine dikke pony? Want ze is natuurlijk wel een beetje aangekomen. Ah, een beetje bol geworden. Van alle grasjes. Ja. We mogen haar niet dik noemen, ze is gelukkig. Nee. Ik mag natuurlijk weer eventjes stappen met haar voor 2 weken. En toen ik opstapte, toen was ze eigenlijk al gelijk een soort op zoek naar mijn hand. Het lijkt niet alsof ik 6 weken niet heb gereden. Nee. Het is wel weer even wennen om Blondie te hebben, maar het is wel... Omdat zij kleiner is dan je de afgelopen weken. Het is lekker compact. Zo. Ja, hè? Dat is ook wel weer lekker, hè? Ik haar uit stal hield en ze hier op... Het verharde stukje liep dat een beetje ongelijkmatig is. Ja. Toen had ik een soort gevoel dat ze hele korte stapjes zetten. Ja. Alleen in de bakken was dat alweer over. Gelukkig. Het kan zijn dat ze nog iets gevoelig is. Dat die ondervoet gewoon gevoelig is voor onregelmatige bodem. Dat is natuurlijk ook iets wat dan met de tijd wel beter moet gaan. Dat is nu nog niet per definitie zorgwekkend in het revalidatieproces. Ja. Voor nu zou ik dat even parkeren. Je mag 2 weken stappen onder de man. Weet je ook wat het doel daarvan is? Dat ze weer in balans komt in haar eigen lichaam. Ja, en... dat ze weer belastbaar wordt. Weet je wat daarvoor nodig is? Balans. Ja, heel goed. Hoe vragen we die balans? Om ervoor te zorgen dat er schouders recht zijn en het rest van het lichaam. We gaan ervoor zorgen dat zij het lichaamsgewicht in eerste instantie in gelijke mate over links en rechts verdeelt. Want als het in gelijke mate over links en rechts is verdeeld, dan is het makkelijker om ook van achteren naar voren actief naar de hand toe te laten stappen. Die activiteit is ook nodig om het gewicht makkelijker te verdelen over links en rechts. Dus het is eigenlijk wel een soort cirkeltje. We gaan lekker heel actief stappen. We maken er echt een workout van die stap. En als jij dan voelt dat zij bijvoorbeeld meer op de linker of op de rechter schouder valt, dan verdeel je het gewicht van links naar rechts. Weet je nog hoe je dat moet doen? Je doet de swipe. Er was er nog eentje, die moest ik altijd als eerst uitvoeren, alleen... Dat ben ik vergeten. Ja, swipen gaan we even niet doen. Dus het schouders verzetten. Omdat ze natuurlijk geblesseerd is op de linker voorvoet. Wat gebeurt er met schouders verzetten als het gewicht bijvoorbeeld op de rechterschouder is? Hè, ik noem maar wat. Als je er 100% zeker van bent dat je alleen maar schouders naar recht hoeft te verzetten. Dus dat je er iedere keer op die rechterschouder gooit. Dan zou je zeggen, ja oké, dan spaar je in ieder geval die linker voorvoet. Ik weet nog een makkelijkere oefening. Dat is echt de makkelijkste oefening die er is. Yeah. We gaan haar uitnodigen om meer naar de rechter schouder te komen. Of meer de rechter teugel aan te nemen. Door op de linkerhand te stappen. Neem je rechter teugel aan en je linker teugel laat je los. Dan blijft ze in eerste instantie wel op die linker schouder. Maar jij gaat er zo actief stappen naar je hand toe. Dat je op een gegeven moment gaat voelen dat ze je rechterteugel gaat aannemen. En dan komt ze heel geleidelijk van die linkerschouder af. En belast ze geleidelijk aan meer die rechterschouder. En dat vind ik voor een revaliderend paard fijner. Omdat het minder abrupt gaat, meer gecontroleerd, meer gelijkmatig. Dus ik vind dit een oefening met wat minder risico's. Dan mag je je linkerhand gewoon lekker losjes toestaan. Je hebt mooie lange armen, dus je kan mooi zo je hand naar voren plaatsen. Hier, dit is top, want dan heeft ze geen contact op links. Ze heeft nu ook nog geen contact op rechts. Maar door haar heel actief te laten stappen, ga jij de voorwaarden creëren op dat ze jouw rechterhand gaat aannemen. Daar gaan we eerst aan werken. In de cursus hou hem heel. Hè, dan bestuderen we ook wat gebeurt er nou met een paard als je gewoon gaat paardrijden. Je stapt gewoon op, okay, je gaat gewoon lekker rijden. Je houdt je niet bezig met de vraag, oh, welke schouder is nou het gewicht? En oh, hoe actief is dat achterbeen? Nou, wat er dan gebeurt is dat de rug van het paard als het ware veel te hol wordt. En een paard, ja, die heeft van nature een rug die al makkelijk wat inzakt. En zeker als je er dan gewicht op zet. En het allerbelangrijkste stukje is, om rekening mee te houden, is de onderhals van een paard. Die staat een beetje hol, zullen we zeggen, een beetje zo. En als je er dan op gaat zitten, dan gebeurt dat nog extra. En als je daar niks aan doet en je vraagt hem ook nog dan een beetje zo in de krul, dan krijg je zoveel druk in de facetgewrichten van de wervelkolom. En dat zijn de gewrichten in de wervelkolom waardoor de wervelkolom bewegen kan. En dan kan je daar heel makkelijk ontstekingen krijgen. En die ontstekingen kunnen weer leiden tot artrose op den duur. En dan is zo'n paard eigenlijk niet meer geschikt als rijpaard. He, dus wat moeten we die paarden leren? Dus dat als je als ruiter erop gaat zitten, dat ze niet zo gaan bewegen. Maar dat ze zo gaan bewegen. Ja, tegen mensen kun je zeggen, joh, maak je rug niet zo hol, maak hem maar eens bol. En tegen een paard kun je dat niet zo zeggen. Dus die moet je uitnodigen, ja, die zet je in balans. En die activeer je en dan gaat hij vanzelf zo bewegen. Het lastige van deze oefening is,
Technisch is die helemaal niet moeilijk. Als je op een paard kan zitten en je kan je rechter teugel aannemen, kun je dit. Maar je moet zelf een beetje, ja, je moet heel gedisciplineerd zijn. Je moet echt voelen, oh jee, als ze net niet actief genoeg is, moet ik weer komen met mijn hulp. Snap je? Ja. Dus je kunt niet even lekker gaan paardrijden, lekker op je paard zitten, een beetje om je heen kijken en denken, oh heerlijk, lekker, het voelt goed. Nee, je moet er echt met je focus bij blijven, met je aandacht er bovenop zitten. En nu heb jij mooie rechterhand omhoog en naar voren, maar hangt die teugel los. En je linkerteugel die heb je aan, zie je? Til je rechterhand maar op en doe maar een beetje naar achter. Zodanig dat je elleboog, dat ja, niet te veel. En je linkerhand een beetje naar voren houden. En dat ze nu helemaal scheef trekt, is het gevolg van het feit dat zij nog geen contact maakt op jouw buitenteugel. Want hoe meer, als je een beetje naar achter houdt namelijk, dan geef je net iets meer contact aan haar. Omdat ze namelijk zelf niks doet met die rechterteugel, krijg je geen contact als je hem aanpakt. Doe je hem dan ietsjes naar achter en dan creëer je enige functionele druk op die teugel waar je uiteindelijk wat mee kan. Maar haar achterbeen moet dat over gaan nemen. Kijk, en voel je dat er een beetje contact op je teugel komt, rechts? Ja. Nou, met dat contact kun je die neus heel voorzichtig voor je uitduwen. Dan juist, duw maar tegen je buitenteugel aan. Dat duwen gaat dan richting de mondhoek, maar je moet het contact wat je hebt, hoe minimaal ook, blijven onderhouden door het achterbeen te activeren. En niet door zo je hand naar voren te doen, maar heel zachtjes voelen van zo ga ik die neus voor me uit plaatsen dat hij weer mooi recht voor mijn paard komt. Je linkerhand mag niet meedoen. Klaar. Ja, is niet erg. Activeren blijven. Goed. Dus eigenlijk, je positioneert je hand omhoog en iets naar achter, maar je doet niks met die hand. Je hand is niet bezig, die is niet aan het knijpen, die is niet aan het inwerken, die is niet aan het terugwerken. Die staat op een positie enigszins omhoog en naar achter. Dan heeft jouw paard een referentiepunt waar hij zijn energie van zijn achterbeen naartoe kan richten. En als jij die energie ontvangt in je hand, met andere woorden, je ontvangt de impuls in je hand, de activiteit van het achterbeen voel je in je hand komen, dan zeg je, ah, maar nu heb ik contact op die teugel. En met dat contact duw ik die neus heel voorzichtig van me af. En nou doe je veel te veel met je hand. Veel te veel. Hou hem gewoon rustig daar. Hou hem rustig daar. Kijk, nee, kijk eens. Jij doet dit, daar. Juist. Juist. En dan mag je best wel een keer heel klein beetje zo aan je linkerteugel plukken, dat die wel naar links blijft lopen. Maar nu, wat je nu aan het doen bent, is dat je je rechterhand over de manenkam brengt. Zie je dat? Nee. Ja, je brengt je onderarm een beetje voor je buik. Hou altijd je duim gericht achter het oor. Snap je dan wat ik bedoel? Dat, ja, super. Als Blondie nou op de rechterschouder zou vallen, dan vind ik het prima als jij met je buitenteugel tegen de hals duwt en dan wendt. Maar wat gebeurt er dan? Valt ze op die linkerschouder. Eerst even helemaal relaxed, want dit zijn aan de ene kant hele makkelijke technieken, maar als je heel veel gaat nadenken en oh jee, en dan gebeurt er dit en hoe, dan doet hij dat, wordt het heel complex. Dus laten we het heel simpel houden. Als jij op de rechterhand zou rijden, vind ik het top als jij met je buitenteugel tegen de hals gaat wenden. Want dan druk je namelijk het gewicht van die linkerschouder op die rechterschouder. Komt hij in balans. Het liefst nog met een beetje linkerstelling en dan hup, de druk tegen de hals. Hup, en dan valt hij al op rechts. Maar nu doe jij ongelooflijk je best, en dat deed je supergoed op die lange stukken, ongelooflijk je best om je rechterteugel aan te nemen en dan vanuit die activiteit contact te krijgen op je teugel. En dan moet je gaan wenden. Ja. En dan krijg je te maken met de allermoeilijkste techniek van de dressuur om je paard dan door de wending te krijgen. En die zal ik je laten zien. Ja. Mag je hem vasthouden. Je tilt je arm losjes op, je houdt hem hier. Zie je wat er gebeurt? Als jij hem hier houdt, dan zit er een beetje lucht tussen de teugel en de hals. Ja. Klopt, hè? Ja. Daar mag je hem houden. Je linkerhand, die moet je in principe bij die oefening een beetje loshouden. Ik ga nu stelling vragen met die linkerhand. Daar. En nu ga jij tegen je rechterteugel aanduwen. Maar niet tegen de hals. Ik denk ergens dan aan deze kant trekt. Nee. Nee, want als zij stelling neemt links, dan voel jij dat ze aan je hand trekt. Ja. En dan ga je met dat gevoel ga je mee. Dus zij trekt en jij duwt vanuit je hand in gelijke mate. Maar je duwt als het ware in de richting van de mondhoek. Dus niet tegen de hals, maar naar de mondhoek toe. Ja. Ze heeft heel veel spanning in die in de linkernek en kaak. Dus ik ben er een heel klein beetje aan het laten ontspannen. Zodat het voor jou wat makkelijker wordt om linkerstelling te vragen. En anders moeten we daar even aandacht aan besteden als ik terug ben naar Duitsland. Ja. Armen die blijven in die
Techniek, gewoon parallel. Je linkerhand vraagt stelling, gaat ietsje omhoog en naar voren. Je rechterhand duwt in gelijke mate dat ze de wending doorgaat. Kijk eens naar mijn armen. Dus die blijven parallel. Ik duw als het ware mijn rechterhand om mijn linkerhand heen. Dan krijgt het paard dus de mogelijkheid om rechtop door de bocht te gaan. Wat gebeurt er als ik mijn armen voor mijn lichaam vouw? Dan gooi ik hem opzij en dan gaat hij scheef de bocht door. Precies. En je rechterhand, die, nou top, die duw je ietsjes naar voren. Alsof je een heel klein cirkeltje maakt met je rechterhand om je linkerhand heen. Super dit. Dus om gewoon tijdens je revalidatie op dit soort basisvaardigheden van je paard eigenlijk weer eens even helemaal de aandacht te leggen. Ben je bezig om je paard weer goed voor te bereiden op zijn werk als rijpaard straks. Mm-hmm. Je moet dat nog een beetje voorzichtig doen om die voet niet veel te belasten. En dan kun je heel mooi aan dit soort dingetjes kun je aandacht besteden. Ja, dat komt straks allemaal naar je toe. Want als je deze basis hebt straks in je draf, in je galop, in al je oefeningen. Je kan dit altijd handhaven of je nou schouder binnenwaarts inzet. Of, maakt niet uit wat. Hebben we 2 weken om eraan te oefenen. Ja, daarom. Nou, daarom. En dat doen we nu lekker op de stap. En het enige wat jij hoeft te doen is puur met je gevoel rijden. Ja. Voelen, wat voel ik onder mijn hand? Voel ik druk onder mijn hand komen? Wat betekent dat? Oh, dat betekent dat hij weer op die linker schouder is gevallen. Als het links is. Misschien gaat hij volgende week, ik noem maar wat, of misschien over 2 dagen, wel een keertje helemaal naar je rechterhand toe. Dan denk je zo, ik heb mijn werk goed gedaan. Ja. Hij is nu ineens van de linker schouder helemaal naar die rechter schouder. Nou, dan doe je het precies andersom. Want hoe kun jij nou voelen of je paard voldoende actief is? Nou, ten eerste geeft het een gevoel onder je zit dat hij je echt meeneemt, als hij voldoende actief is. Verdwijnt dat gevoel een beetje, dan kun je zeggen, oké, hier moet ik hem weer een beetje activeren. Maar hoe je het ook merkt, de trek aan je hand, dat fijne contact van hem waarmee hij je hand mee naar voren neemt, verdwijnt dan ook. Ja. En dan duiken ze er vaak een beetje achter. Dan komt hij iets achter de loodlijn, dan wordt hij een beetje te diep, weet je wel. Nou, vind ik heus niet meteen een drama, want het is heus niet van dat je hem in de krul aan het trekken bent. Maar dan, in die houding, gebruikt hij wel zijn rug minder functioneel. Dus dan zeg ik, nou, je verliest daar het contact een beetje, hij komt een beetje te diep, druk maar weer aan met je kuit. En dan neemt hij dat contact weer aan, pakt hij weer lengte in de hals. Klaar. En dat is weer een vertaling van het feit dat hij de rug heel goed gebruikt. En daar gaat het om. Kijk, dit is super. Hoe voelt hij zo? Goed. Heel goed. Nou, en dan mag je eens een keertje de hoefslag volgen. En deze techniek van de volte volhouden. Want je gaat ook op die lange zijdes voelen dat ze misschien een keertje weer zwaar wordt op je linkerhand. En dan weet je, oh ja, moet ik even stelling vragen. Oh, rij je rechtuit. Dat maakt helemaal niet uit. Nou, je kan natuurlijk altijd een parade op je teugel geven die aankomt tussen nek en kaak, waardoor je paard weer ontspant. En dan heb je hem weer recht. En dan zeg je van, nou, ze heeft een beetje moeite met nageven. Dan stuur je hem met je rechterteugel een heel klein beetje naar die rechterschouder toe. Door je hand op te tillen en je elleboog iets naar achteren te bewegen. Dat je dat contact op die rechterteugel goed aanbiedt. En dat hoeft zij dus niet naar rechts te wenden. Nee, zij moet het gewicht naar die rechterschouder brengen. Naar die rechterteugel brengen. Voel je? En dan kun je weer activeren met je kuit. Omdat ze dan mooi in balans is. En dan weet je zeker dat die achterbenen lekker onder kunnen treden. Dit is klasse. Voel je? Ja. Dit is super fijn. Dit is mooi stappen zo. De conclusie die we kunnen trekken is dat revaliderend rijden is helemaal niet anders dan sportgericht rijden. Revaliderend rijden is gewoon correct rijden. Heel simpel. Alleen, ja, heel eerlijk gezegd, kijk, met een paard met een blessure kun je nooit een shortcut nemen naar een goede, nou ja, een soort van werkhouding, een soort van hoofd-halshouding. Die als voorgoed doorgaat, als een paard geblesseerd is dan, en je wil dat hij optimaal revalideert, dan moet je hem correct rijden. Ja. En dat is dan toch volgens de klassieke principes van de dressuur. Maar het leuke is wel, als je die dan goed toepast in zo'n revalidatietraject, dan kun je daarna profiteer daar enorm van. Ja. Want ze raken in balans wordt geconditioneerd, ze komen in de juiste spierverhoudingen in het lijf, spieren die ze aan moeten spannen. Nou, die zitten bij ons in de buik, dus bij die paarden ook. Dat ze deze houding hebben, ze maken die rug mooi lang, net als wat ik nu doe. Zo, dat is voor een paard, alleen hij staat op 4 benen, exact de houding die ze moeten aannemen. Ja. En dat kost spierkracht voor zo'n paard. Daarom is het ook een arbeidsstap. Hij verricht arbeid. Als een paard op die manier getraind is, En dat is dan wat we noemen, dat paard heeft dan een goede basis aangeleerd. Ja. Dan zijn die dressuuroefeningen echt niet moeilijk. Nee. Maar deze manier van rijden is wel moeilijk voor de ruiter, omdat je heel veel gevoel nodig hebt. En geconcentreerd blijven. Geconcentreerd, veel concentratie, veel gevoel. En dat duurt soms een tijdje om dat helemaal goed te kunnen ontwikkelen. Ja. Maar ja, ik vergelijk dat maar met viool spelen.
Daar heb je ook heel veel gevoel voor nodig, voordat dat mooi klinkt. Ja, ja. Dat is oefenen. Ja. Het leuke is wel, als je op deze manier gaat oefenen met je paard, kun je het nooit verkeerd doen. Dus je kan nooit je paard, als je denkt van nou, met die rechter teugel een beetje duwen, met die linker teugel, ja, waar zit nou die stelling, waar moet ik nou zijn met mijn hand? Ja, als jij naar voren toe inwerkt met je hand, doe je het nooit verkeerd. Ja. Ja. En dan lukt het ergste wat er kan gebeuren is dat hij niet nageeft in die stelling. En dan denk je, oh, dat klopt mijn handpositie niet. Oh, ja, maar daar geeft hij wel naar. Ja. Zo simpel. En dat is echt een kwestie van een aantal keer herhalen en oefenen. En dat kan heel mooi in een revalidatietraject, want er zit toch geen wedstrijd te wachten. Dus nu kun je echt heel mooi de puntjes op de i zetten. Ja. Astrid, heel erg bedankt voor de les. Ja, was leuk. Veel succes in Duitsland. Ja, dankjewel. Dan ga ik de aankomende tijd mijn blondie trainen. Ja. En dan kijken om er meer in balans te zetten. Ja, lekker zo stappen. Helemaal goed. En dan denk ik dat we elkaar daarna weer zien om te kijken hoe dat is gegaan. Ja, helemaal leuk. Ik heb er zin in. Ik ook. Oké, dankjewel. Succes. Dank je.